daarna gelukt. Elke dag kind overlijden of hele familie overlijden door de bom, door de schieten. Kijk naar mijn kinderen, het mag niet hier blijven. Mijn neef woont hier dichtbij. Als ik wil naar mijn neef op bezoek, ik heb die bedrijf gezien. Heb ik gedacht, ik wens hier werken, echt waar. Heb ik die adres gebracht naar de gemeente. Daarna de gemeente heeft contact met Robert Jan en Marloes. Ik ben gebeld door de gemeente Leiden. Die hadden een statushouder die heel graag bij ons wilde komen werken. De twee contactpersonen die we bij de gemeente gehad hebben, die Hoesans begeleider zijn geweest. Eigenlijk heel kort op de bal gespeeld en heel persoonlijk meteen het gesprek aangegaan. Ja, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een bepaald beeld van islamitische landen. En je moet oppassen dat je niet in de vooroordelen valt, maar dat je gewoon open staat voor de mens die erachter zit. En, dus een integratie is heel hard gegaan. Bezig met de kinderen altijd. Vier kinderen kan niet, zij kan niet hier moet. Geen tijd. Ja, als die kinderen een beetje gooien, misschien zij heeft meer ruimte om iets te leren, om iets te weten. Ik denk gaat goed. Want ik heb vertrouwen van mijzelf.